Welkom allemaal. Ik ben Johan Driessen. Ik ben professor bij de KU Leuven. En de KU Leuven is een van de partners hier in de onderzoekssamenwerking Energyville. De andere medewerkers van Energyville komen van IMIC, het Nanoelektronica Onderzoekscentrum, Vito en de Universiteit van Hasselt. Wij werken hier in deze gebouwen. Energyville 1, waar we zo meteen binnen gaan, en Energyville 2, daar. In totaal werken hier een dikke 200 mensen. En zij werken hier aan allerlei energietechnologieën die gaan helpen om de energietransitie, dus de overgang van het huidige energiesysteem naar het toekomstige duurzame energiesysteem te verwezenlijken. De rondleiding van vandaag zal virtueel gebeuren, maar we heten jullie alvast welkom op onze toekomstige opendeurdagen en alle evenementen in de toekomst. Kom maar mee. Zo, we zijn hier in het Energyville 1 gebouw. En dit gebouw is een gebouw waarin we allerlei duurzame energietechnologieën ingebouwd hebben en ook dagelijks gebruiken. Jullie zullen daar straks meer van zien, als we bijvoorbeeld op het dak gaan waar al onze zonnepanelen liggen. Maar hier kan je al zien dat we gebruik maken van duurzame verlichting, aangepaste beglazing enzovoort. Nu, het eerste laboratorium dat we gaan bezoeken, dat is het laboratorium waar we werken aan batterijtechnologieën. Kom maar mee. In de energietransitie speelt elektriciteitsopslag een heel belangrijke rol. Denk maar aan elektrische auto's of allerlei mobiele apparaten of, zoals we straks zullen zien, batterijen die gebruikt worden bij fotovoltaïsche systemen. Maar laten we eerst eens kijken naar de opbouw van zo'n batterij en hoe zien zo'n grote batterijsysteem er eigenlijk inwendig uit. En daarvoor gaan we kijken in ons batterijtestlabo. Mijn collega Dries zal jullie vertellen hoe een batterij wordt opgebouwd. Hallo, mijn naam is Dries en ik wil jullie graag uitleggen waar het batterijonderzoek bij de Energyville zich zoal op focust. Dus zonne-energie en windenergie zijn natuurlijk fantastische hernieuwbare energiebronnen, maar ze hebben een nadeel en dat nadeel is dat ze periodiek zijn. Dus bijvoorbeeld, de zon schijnt niet altijd, dus er is ook niet altijd zonne-energie. Dat betekent dus dat de vraag naar energie niet altijd gelijk loopt met de aanlevering van die energie. En daarom is het een goed idee om die energie te kunnen opslaan op een efficiënte en duurzame manier. Bijvoorbeeld, als je een thuisbatterij hebt, kan je de energie die opgewekt wordt door je zonnepanelen thuis opslaan zonder dat deze zomaar naar het net gestuurd moet worden. Nu, efficiënte energieopslag is bijvoorbeeld ook belangrijk om mobiliteit duurzamer te maken en ook hetzelfde voor industriële processen, om die dan ook duurzamer te maken. Nu, binnen Energyville focussen wij op een aantal verschillende batterijtechnologieën. Dat gaat van de conventionele lithium-ion batterijen tot de duurzamere natrium-ion batterijen en dan ook lithium-zwavel batterijen die bijvoorbeeld een heel hoge energiedichtheid hebben. Nu, voor die drie soorten batterijtechnologieën doen wij een aantal verschillende tactieken. Bijvoorbeeld, wij vinden volledig nieuwe materialen uit die dan veel meer energie kunnen opslaan dan de materialen die we al hebben. Of een andere strategie is, we nemen materialen die al bestaan en die al ingeburgerd zijn en we gaan deze stabieler maken. Bijvoorbeeld, dit is een materiaal dat al bestond en wij hebben daar een laagje op afgezet zodat de werking van deze materialen stabieler is en dus dat de batterij minder snel veroudert. Nu, een derde belangrijke tak van ons onderzoek is het werk op vaste elektrolyten. Dus normaal gezien, in een normale batterij zit er een vloeistof die ook heel brandbaar is. Wij proberen die vloeistof te veranderen door een vaste stof. Dat betekent dus dat de batterij veel veiliger gaat werken, ook heel belangrijk in elektrische auto's natuurlijk. Maar ook het vaste elektrolyt gaat minder plaats innemen dan het vloeibare elektrolyt. Dus met andere woorden, onze batterij gaat voor hetzelfde volume meer energie kunnen opslaan. Daarnaast werken wij ook op de integratie van al die verschillende materialen. Dat doen wij op kleine schaal, bijvoorbeeld in deze kleine knoopcellen.
Maar we gaan deze ook opschalen. Bijvoorbeeld in deze veel grotere cel, dat noemen wij een pouchcel. Nu, het samenbrengen van al die materiaal is niet altijd even gemakkelijk, omdat die soms een lage stabiliteit hebben samen, dus ze reageren met elkaar. Daarom zetten wij soms ook buffers af op de lagen, zodat de materialen niet constant met elkaar in contact komen, maar dat ze van elkaar zijn afgescheiden op een manier waardoor we toch de werking van de batterij niet gaan verhinderen. Die strategie die gaat ons ook toelaten om lithium-metaal in een batterij te verwerken. Dat heeft een heel groot voordeel. Normaal gezien is lithium-metaal veel te brandbaar en veel te gevaarlijk om te gebruiken. Maar met die strategie zijn we daar wel in geslaagd. Nu, lithium-metaal heeft ook een veel grotere capaciteit, een veel hogere energiedichtheid dan grafiet, wat vandaag de dag in commerciële batterijen gebruikt wordt. In Energyville 1 wordt dan hetzelfde proces gebruikt, maar wordt alles dan op een veel grotere schaal gebracht. Als die batterijen samengebouwd worden tot batterijpakketten, dan noemen we dat batterijmodules. Wat jullie hier zien is eigenlijk zo'n module die rechtstreeks uit een elektrische auto komt. Je kan de individuele cellen hier nog een beetje in zien zitten, maar er hoort ook een stukje intelligentie bij. Er moet ook een batterijmanagement systeem aan toegevoegd worden. En dat bewaakt de toestand van de batterij, zegt hoeveel er nog in zit, hoe snel ze nog kan geladen worden enzovoort. Dus wat er in het hart van een elektrische auto zit, is in wezen dit systeem. En dat zit meestal ergens in de bodemplaat van een auto ingewerkt. Maar wat doen we hier nu eigenlijk in dit labo? Als je rondkijkt in dit laboratorium, dan zie je een heel aantal testcellen staan. Die cellen zijn vooral elektronische belastingen, waar zulke batterijpakketten aan gekoppeld worden. En die worden dan systematisch geladen en ontladen, zoals het in een echte toepassing zou gebeuren. We steken die batterijen en batterijpakketten ook in klimaatkasten, zodanig dat we die ook blootstellen aan de temperatuursinvloeden zoals het in het echt buiten zou gebeuren. Dus een auto die de kou rijdt, die de warmte rijdt, dat kan hier allemaal geëmuleerd worden. En we doen dat voor grote systemen, maar ook voor hele kleine batterijcelletjes zoals we hier doen. Dus hier liggen letterlijk die individuele batterijcelletjes klaar en worden getest volautomatisch dag in dag uit door die elektronische belasting. En op die manier bepalen we hun performantie, hun levensduuraspecten enzovoort. Nu gaan we verder kijken naar een toepassing van zulke batterijen. En daarvoor gaan we naar buiten. De auto die jullie daar zien staan is een elektrische auto. Je kan dat direct zien, heeft totaal geen uitlaatpijp. Voor de rest rijdt zo'n elektrische auto zoals een gewone auto en eigenlijk zelfs een beetje eenvoudiger, want je hebt bijvoorbeeld geen versnellingen en ook geen koppeling waar je heel de tijd op moet drukken. Dus die auto is, waarom willen we eigenlijk elektrisch gaan rijden? Wel, de bedoeling is dat we door elektrisch te rijden minder CO2 en andere vervuilende stoffen zoals fijnstof gaan uitstoten. En hoe komt dat? Wel, als je op elektriciteit rijdt, dan kan die elektriciteit proper gemaakt worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. En daardoor ga je globaal per gereden kilometer duidelijk veel minder CO2 uitstoten. Maar je moet natuurlijk die elektriciteit in die auto krijgen. Je kan daarvoor niet zomaar naar een tankstation rijden en elektriciteit in die auto intanken zoals we nu doen met brandstof. Nee, daarvoor heb je speciale laadpunten nodig. Dat kan een laadpunt zijn, gewoon in een garage of ergens op een oprit. Maar voor onderweg, als je een lange rit doet, dan heb je ook af en toe wel eens een snellader nodig. En zo eentje hebben we hier staan. Onze elektrische auto is hier aangekoppeld aan een systeem dat kan laden tegen 60 kilowatt. Nu, wat betekent dat in de praktijk? Wel, als je hier een 20 minuutjes, maximum een half uur aan zou laden, dan kan je met een volle batterij weg. En dan kan je weer een paar honderd kilometer gaan rijden.
Normaal gezien is dat dus meer dan genoeg voor de meeste ritten die we dagelijks doen. Het is pas als je echt ver weg op vakantie begint te gaan, dan heb je heel wat van dit soort snellaadpunten nodig onderweg. Nu, het is even eenvoudig als tanken. Je neemt de kabel uit de lader, steekt die gewoon in de auto, duwt op het startknopje en dat is het. En de auto wordt volgeladen. Oké. Zo, nu gaan we terug naar binnen. We gaan nu ook eens kijken naar een aantal technologieën die elektriciteit produceren op groene wijze. Een van de manieren om hernieuwbare elektriciteit te produceren is door middel van zonne-energie. En mijn collega Bart Vermang van de Universiteit van Hasselt gaat even uitleggen hoe dat we dat doen in de praktijk. Welkom in ons zonne-energielaboratorium. Hier doen we onderzoek naar zonne-energie of zonnepanelen, zonnemodules. Hier zie je bijvoorbeeld zo'n vrij standaard module, zoals je ze ook kan zien liggen op daken, bijvoorbeeld bij jullie ouders. Wat doen we hiermee? We proberen deze te optimaliseren. Denk aan hogere efficiënties, goedkopere productieprocessen, goedkopere materialen, dat soort van dingen. Maar we gaan die ook gaan testen op duurzaamheid. Dus gaan kijken van, als een functie van tijd, waar kunnen die panelen kapot gaan? Daarvoor bijvoorbeeld zie je hier ons indoor laboratorium, waarbij we een volledige wand met LED-verlichting hebben, die we kunnen gaan gebruiken om aan de andere kant dan een zonnepaneel te gaan belichten. Zodanig dat we het zonnepaneel kunnen gaan testen onder allerhande vormen van spectrum, van zonlicht, en effectief op een gecontroleerde manier kunnen gaan kijken van wat gebeurt er daar met dat zonnepaneel. Dus dat zijn al twee dingen. Optimalisatie, duurzaamheidstesten. Daarnaast gaan we ook gaan kijken naar nieuwe toepassingen. Bijvoorbeeld BIPV, Building Integrated PV of Gebouw Geïntegreerde PV. Wat betekent het? Normaal gezien, zonne-energie is vooral een energievorm, een energieproductievorm. Daar gaan we kijken naar een dubbele functionaliteit. Niet enkel opbrengen van energie voor een zonnepaneel, maar ook een functionaliteit ernaast. Bijvoorbeeld een dakelement, een façade-element, een glaselement. Hier zie je bijvoorbeeld twee van die façade-elementen, waarbij we de eerder standaard klassieke zonnepanelen geïntegreerd hebben in een façade tot een BIPV of gebouw geïntegreerd façade-element. We werken ook op nieuwe materialen, want de voorbeelden die ik al aangehaald heb, zijn eerder voorbeelden dicht bij de markt, dicht bij de industriële toepassingen. Maar we werken ook op nieuwe materialen. Bijvoorbeeld in standaard panelen wordt eerder het materiaal silicium gebruikt. We werken ook op dunne filmmaterialen. Dunne filmmaterialen zijn materialen die veel dunner kunnen zijn. Zo dun als 1/30ste van de diameter van een haartje. Waardoor het materiaal dus heel dun wordt en ook heel flexibel wordt, zoals je hier kan zien. Heel flexibel, ook heel lichtgewicht. Ik krijg zelf van veel meer flexibiliteit, want je kan ook met die grootte van die panelen gaan spelen, met de kleur van de panelen gaan spelen, enzovoort. Allemaal interessante dingen als we denken over building integrated PV. Omdat we meer functionaliteit kunnen geven of meer flexibiliteit kunnen geven aan de architecten zelf. Ik zei al verschillende kleuren. Het verste dat we kunnen gaan is natuurlijk transparant, waarbij we echt wel transparante zonne-energie proberen te maken. Ook dat proberen we. Bijvoorbeeld, hier ziet u een glasplaatje waarop een materiaal ligt dat ook fotovoltaïsch actief is, dat ook zonne-energie opwekt, hetgeen toch transparant is en kan gebruikt worden in toekomstige glaspanelen met een zonne-energie-functionaliteit. Dank u. Oké, dus zo wordt zonne-energie omgezet in elektriciteit. Maar hoe gaan we dan verder met die elektriciteit tot bij u thuis? Om te beginnen worden er op die zonnepanelen omvormers aangesloten. Die zullen van de gelijkspanning van de zonnepanelen wisselspanning maken voor het elektriciteitsnet. Nu, wij doen ook onderzoek hier op die elektriciteitsnetten. Maar spijtig genoeg hebben we er maar eentje, dus moeten we het hier doen met emulatoren. Eigenlijk doen we elektriciteitsnetten na in een computer en daarin stukjes hardware, onderdelen van het elektriciteitsnet hier in het labo. En zo kan je wel degelijk praktisch onderzoek doen op het elektriciteitsnet en je houdt het ook nog veilig. Elektriciteitsnetten die werken op hoogspanning.
Dus op spanningen die vele malen hoger zijn dan de spanning die je normaal gezien in het stopcontact terugvindt. In het stopcontact heb je 230 volt, maar als je kijkt naar hoogspanningsleidingen, dan spreken we daar al over bijvoorbeeld 150.000 of 400.000 volt. Als je zulke hoge spanningen wilt gaan testen of onderdelen van het elektriciteitsnet wilt gaan testen, dan heb je aparte testruimtes nodig. Bijvoorbeeld dit hier. Dit lijkt een kooi, maar het is eigenlijk een hoogspanningstestruimte. Dankzij die kooi zijn wij veilig, zijn wij afgeschermd van de elektromagnetische velden die zich daar binnen bevinden. Daar kan je dus allerlei apparaten zoals transformatoren en schakelaars testen. En als je wilt, kan je daar zelf ook een spectaculaire bliksem veroorzaken. Maar spijtig genoeg kunnen we dat niet zomaar doen. We willen het een beetje veilig houden vandaag. Maar uiteindelijk willen we ook alle onderdelen van het elektriciteitsnet gaan testen alsof ze ingebouwd zijn. En daarvoor hebben we dus die emulatoren. En die staan hier. De kasten die je hier ziet, dat is een, wat we noemen een real-time digital simulator. Dus een simulator van het elektriciteitsnet waar we op digitale wijze virtueel het elektriciteitsnet simuleren in computerprogramma's. Daarvoor hebben we een kleine parallelcomputer staan die heel snel, real-time, alsof het echt gebeurt, de simulaties maken van het volledige elektriciteitsnet van een land, van Europa, van een heel complex systeem. Die simulatoren zijn dan gekoppeld aan apparaten zoals deze zaken hier. Dit zijn beveiligingselementen die je normaal gezien zal tegenkomen in hoogspanningsstations of in slimme elektriciteitsnetten. En we kunnen die testen alsof die in een echte elektriciteitsnet zitten. Dus je kan bijvoorbeeld een kortsluiting nadoen. Je kan allerlei gekke toestanden, extreem weer, simuleren op dat elektriciteitsnet. Zonder dat je daarvoor een land zonder stroom moet gaan zetten. Okay. Nu, we doen ook onderzoek naar niet-elektrische energie. En in ons geval is het dan thermische energie. Daarom gaan we ook een kijkje nemen in het thermisch laboratorium. Een grote verbruiker van energie is verwarming. Als je zou kijken naar een gemiddeld huis, de meeste energie die je thuis verbruikt gaat naar bijvoorbeeld de gasboiler die je gebruikt om warm water te maken voor de douche of om de verwarming te voeden met warm water in de winter. En daarom moet er ook gekeken worden naar het zuiniger maken van het verwarmen van gebouwen en eventueel soms ook het koelen van gebouwen in de zomer. Daarvoor zijn een aantal alternatieve technologieën voorhanden die in dit laboratorium getest worden. Eén daarvan is bijvoorbeeld een warmtepomp. Nu, een warmtepomp is eigenlijk een apparaat dat iedereen al in huis heeft. Denk eventjes aan je koelkast. In je koelkast zit een warmtepomp die de warmte van binnen in de koelkast oppompt naar buiten. Ja, naar de kamer, naar de keuken bijvoorbeeld. En daardoor wordt die koelkast lekker koel. Nu, als we dat principe zouden toepassen op omgevingswarmte, dan gaan we de omgeving afkoelen, bijvoorbeeld water onder de grond, de bodem, de lucht, en dan gaan we die warmte pompen naar binnen in het gebouw. En dat is een veel efficiëntere manier van verwarmen, zonder dat je daarbij bijvoorbeeld aardgas of stookolie moet gaan verbranden. En die warmtepompen die werken op elektriciteit. En net zoals bij die elektrische auto van daarstraks, is dat dan elektriciteit die we proberen op duurzame wijze op te wekken. En op die manier kan je echt zeer zuinig omgaan met elektriciteit en is in totaliteit zeer duurzaam met het energiesysteem omgaan. In dit laboratorium worden die zaken allemaal getest. Dus je ziet hier allerlei slimme verwarmingsapparaten, boilers, warmtepompen enzovoort. Nu, dat gebruik van warmtepompen is één van de manieren hoe je een gebouw kan verwarmen. Maar er is nog een manier. Hier rondom ons laboratorium loopt een hele collectie buizen. En dat is eigenlijk het begin van een warmtenet. Nu, iedereen kent wel elektriciteitsnetten, hè? Hoogspanningsleidingen of kabels die onder de grond zitten. Maar een andere manier om energie te transporteren op vooral korte afstand in de stedelijke omgeving
is een warmtenet. Dus in die buizen kan bijvoorbeeld warm water lopen of misschien eerder wat lauw water. En waar komt dat dan vandaan? Wel, heel veel industriële processen of andere bronnen zijn dikwijls te vinden in de stedelijke omgeving. Als je in de buurt van een bedrijf woont dat koelwater produceert, dat koelwater is een beetje warm en dat kan gerecycleerd worden. Of stel je voor dat er bij jou in de buurt een kleine brouwerij is, die hebben ook afvalwater dat wat warmer is. En die warmte kan gerecycleerd worden, die kan rondgepompt worden in dit soort warmtenetten die dan de gebouwen verbinden. Dus wat je hier ziet is het begin van een warmtenet dat hier in de omgeving in de toekomst verder zal uitgebouwd worden. Maar ondertussen werken we hier al aan die onderdelen die je daarvoor nodig hebt. Allerlei koppelingen, kleppen, tussenstationnetjes om die warmte te verdelen naar de huizen. Dus als je zo'n warmtebron in de buurt hebt, is dit een idee? Is dat er niet? Dan kan je gaan verwarmen met zulke warmtepompen. Oké. Nu, wat gaan we dan verder doen met die energie in gebouwen? We hebben al één toepassing gezien, het opladen van elektrische auto's. Maar natuurlijk, er zitten nog heel veel meer dingen in het stopcontact in huis. En daarom gaan we nu enkele verdiepingen naar boven, naar het Home Lab. Zo, hier in het Home Lab hebben we alles aanwezig om het elektriciteitssysteem binnen in een gebouw na te maken. We hebben dus een aantal van de typische apparaten die je bij je thuis vindt. Bijvoorbeeld afwasmachines, wasmachines, droogkasten enzovoort. Ook een boiler om warm water te maken, hè? Of dat kan met een warmtepomp die we daarnet hebben laten zien. In de toekomst is het de bedoeling dat die apparaten ook slim aangestuurd kunnen worden. Want, excuseer. In de toekomst is de bedoeling dat die apparaten ook slim aangestuurd kunnen worden. Want met die zonnepanelen die we daarnet toonden, wordt er natuurlijk veel stroom gemaakt overdag, wanneer de zon schijnt. En het is de bedoeling dat je net dan bijvoorbeeld de wasmachine zou starten. Dat principe dat noemen we slimme aansturing van apparaten, laststuring. En daarvoor heb je bovenop het gewone elektriciteit ook een beetje telecommunicatie nodig en moet je communiceren met die apparaten. En dat kan bijvoorbeeld via een zogenaamde slimme meter. Dit is zo'n voorbeeld van een slimme meter. Op den duur zal iedereen bij zich thuis zo'n meter geïnstalleerd zien. Op dit moment hangt daar nog een klassieke elektriciteitsmeter met zo'n draaischijfje en een tellertje. Maar dankzij zo'n slimme meter kan je veel meer. Nu, ik zeg wel slimme meter, maar eigenlijk is die niet erg slim. Het is een digitale meter. Eerst en vooral, het zijn de toepassingen die je ermee realiseert die vooral slim zijn. Een van die toepassingen is bijvoorbeeld het aansturen van de apparaten bij je thuis. Of het aansturen van het laadproces van die elektrische auto. Je zou die best ook laden wanneer er overschotten aan elektriciteit zijn of wanneer de elektriciteit goedkoop is. Bijvoorbeeld misschien 's nachts. Maar hoe kan je nog flexibiliteit creëren? Want uiteindelijk draait het allemaal rond dat begrip flexibiliteit. Je hebt een variabele productie van elektriciteit. Als de zon schijnt, is er net veel stroom. Je moet proberen flexibiliteit te creëren bij je belastingen. Dus als er stroom is, zou je die best ook verbruiken. Maar wat doe je dan als dat niet echt goed overeenkomt? Wel, daarvoor is er ook een oplossing. De batterijen die we daar straks zagen, die zitten ook hierin. En dit apparaat heb ik daar straks ook al eventjes getoond. Dat is zo'n omvormer die ervoor zorgt dat de stroom van de zonnepanelen in het elektriciteitsnet terechtkomt. Maar dit is een nieuwer type. Dit kan er ook voor zorgen dat die stroom hier in die batterijen terechtkomt. En als we dan later op de dag, bijvoorbeeld 's avonds of 's nachts, elektriciteit nodig hebben om bijvoorbeeld te koken, dan worden die batterijen terug ontladen.
Nu, de technologie die hierin zit, dat is vermogenelektronica. Ja. Om het simpel te zeggen, is elektronica zoals ik hier toon. Het is een iets grotere soort elektronica als dat er bijvoorbeeld in je smartphone zit. Maar de bedoeling is dan ook om hiermee echte vermogens te converteren. Je maakt van gelijkstroom, wisselstroom of andere omzettingen, bijvoorbeeld de stroom uit de batterijen, steek je terug in het elektriciteitsnet. Nu, we doen hier ook onderzoek naar die vermogenelektronica. Dus er zijn mensen bezig met het ontwerpen van dit soort systemen. En zij proberen die ook altijd beter te maken en kleiner te maken. De componenten die je hierop ziet zijn nog vrij klassiek. Die zijn gemaakt van halfgeleiders zoals silicium. Maar we doen ook onderzoek naar andere halfgeleiders zoals galliumnitride, siliciumcarbide, die ons zullen toelaten dit soort converters, dus deze systemen, nog significant kleiner te maken. En wie weet kunnen we ze dan ooit achterop zo'n zonnepaneel monteren. Nu, een interessant stuk van dit laboratorium is eigenlijk niet zichtbaar. Het lijkt hier misschien nogal leeg op sommige plaatsen, maar dat is omdat er onder de vloer heel veel kabels zijn ingewerkt. Onder deze vloer zit een paar honderd meter kabel. Dus dat is zowel gelijkstroomkabel als wisselstroomkabel. En dat soort wisselstroomkabel, dat is de kabel die je normaal gezien vindt in elektriciteitsdistributienetten op straat. En we kunnen hier dus in dit home labo eigenlijk ook heel de straten gaan simuleren en de apparaten in de verschillende huizen daarop gaan testen. Maar als je nu eens even nadenkt, wat is er aan het gebeuren? We hebben dus zonnepanelen gezien die werken op, die produceren gelijkspanning. We hebben batterijen gezien die werken op gelijkspanning. We hebben verlichting gezien toen we binnenkwamen, LED-verlichting. En die LED-verlichting is eigenlijk ook, werkt ook op gelijkspanning. En die auto daar straks, dat was ook een auto waarin gelijkstroom werd gebruikt. En toch is het elektriciteitsnet op wisselstroom. Nu, dat lijkt tegenwoordig niet meer zo te kloppen, maar het is zo gekomen om historische redenen. Nu, maar op dit moment hebben we heel veel van die nieuwe technologie, zoals die vermoelektronica, ter beschikking. En daarom onderzoeken we ook of dat we binnenin gebouwen niet moeten afstappen van die wisselstroom. Want je doet wel erg veel van die omzettingen met die vermogenelektronica. Dat kan simpeler, dat kan efficiënter en dat kan uiteindelijk ook goedkoper worden. Dus er is hier onderzoek aan de gang waarbij we proberen een gelijkstroomnet voor een gebouw te ontwerpen. En dat gebeurt met onderdelen die we voor een deel krijgen van fabrikanten en voor een deel ook zelf maken. Want het is natuurlijk niet zo evident om plots alles om te schakelen. Je moet daarvoor nieuwe beveiligingen ontwerpen. En ook, je moet wel eens nadenken over de veiligheid. Want het is de bedoeling dat dat zeker even veilig gebeurt als we de voorbije jaren met die wisselstroomnetten deden. Nu, is dat al voor morgen? Misschien hier en daar. Het is er al gekomen op misschien verborgen wijze via bijvoorbeeld die zonne-energie en al die batterijen die we er gaan bijkrijgen. Maar het zal gebeuren dat dat in de toekomst ook veel verder in het gebouw wordt uitgerold en aanwezig is. En als je eraan twijfelt of het aanwezig is, denk eens aan hoe je je laptop of je telefoon oplaadt. Dat is ook een klein gelijkstroomladertje. Oké. Nu, dit was het laatste laboratorium dat we jullie wilden tonen binnenin het gebouw. Voor het volgende laboratorium moeten we naar buiten, want dat is eigenlijk ons dak. Volg maar. Hier op dit dak zien jullie dat we heel wat zonnepanelen hebben liggen. Het zijn er 1078 om precies te zijn. Die liggen in verschillende configuraties georiënteerd en het valt je misschien op dat we ze niet leggen allemaal mooi in rijtjes naar het zuiden, naar de zon gericht. Ze zijn bijvoorbeeld eerder oost-west gericht. Waarom doen we dat? Wel, als je ze zo legt, dan heb je 's morgens als de zon opkomt veel meer elektriciteitsproductie. In het midden van de dag
vlakt het wat af, de productie, en je hebt meer elektriciteitsproductie later op de dag. Bij een zuidwaarts gericht zonnepaneel heb je heel veel productie, vooral in het midden van de dag, wanneer net het verbruik van elektriciteit iets naar beneden gaat. Dus dat past niet helemaal samen. Als je het op deze manier doet, dan gaat de productie en het verbruik van het gebouw veel beter in balans zijn. Dus nogmaals, we gebruiken dit gebouw echt als een eigen levend laboratorium. Nu, de zonnepanelen die hier liggen, dat zijn nog vrij klassieke zonnepanelen, zoals we beneden getoond hebben. Nu, we testen ook outdoors, dus buiten, ook die nieuwe type zonnepanelen die in het gebouw ingebouwd zijn. Daarvoor moet je kijken naar het dak van Energyville 2, waar je zo van die modules die we beneden getoond hebben, ingebouwd ziet daar in onze virtuele gevels, die ook naar het zuiden, oosten en westen gericht zijn. En op die manier kunnen we in reële omstandigheden de zonnepanelen testen. Maar we testen ze niet zomaar. Bart gaat nog iets meer vertellen over de rest van de installatie. Inderdaad, we hebben net in het labo al gezien die muur met LED's die we gebruiken om indoor in het labo zonnepanelen te gaan testen. We doen dit ook outdoor. Indoor hebben we bijvoorbeeld ook een klimaatkamer. Een klimaatkamer waarmee we het effect van 25, 30 jaar een zonnepaneel buiten te hebben in een veel kortere tijd kunnen gaan simuleren, kunnen gaan nabootsen. Dus de BIPV-muur is daar net al vermeld geweest, waar we effectief BIPV-elementen voor de toekomst aan het testen zijn in façades. Maar als we even verder gaan, achter de hoek, hebben we het hier ook voor gewone zonnepanelen. Daar in het midden zie je zonnepanelen ingeïnstalleerd op een hoek, zoals op een typisch dak. En daarnaast zie je een aantal meetinstrumenten die kunnen gebruikt worden om het klimaat te gaan meten, om de lichtinval te gaan meten, zodat we kunnen de link maken tussen een effectieve, realistische omgeving van zonlicht en van weer op onze zonnepanelen op een langere termijn. Dit is ons outdoor laboratorium. Wel, vooraleer we naar buiten gaan, wil ik toch nog eens eventjes wijzen op de hele omgeving hier rond het gebouw. Want jullie hebben nu op virtuele wijze Energyville 1 gezien. Energyville 2 stond daar en daarin zit onder andere een cleanroom waarin die zonnecellen en die batterijen zelf geproduceerd worden. En welke gebouwen hebben we hier dan nog? Wel, onze buren daar, dat is de incubator. En daarin zitten kleine opstartende bedrijfjes die proberen de technologie die we hier ontwikkeld hebben naar buiten te brengen, op de markt te brengen, zodanig dat die ook overal in heel de wereld kunnen gaan gebruikt worden. Ja, dus daar zitten onder andere start-ups en andere innovatieve bedrijven uit de energiesector. Maar iemand moet ook leren hoe met die technologie om te gaan. En daarom is er ginds het witte gebouw, de T2 Campus. En T2 staat voor technologie en talent. En daar kan je leren hoe om te gaan met die technologie, hoe zonnepanelen te installeren, batterijen te repareren, warmtepompen te installeren enzovoort. Het is een belevingscentrum en allerlei ruimtes voor opleidingen in energietechnologie. En tenslotte zitten we hier in een hele mooie omgeving. We zitten hier in, langs het geclasseerde deel van de mijn zitten van vroeger, want het was hier vroeger een steenkoolmijn. De enige overblijfselen daarvan zijn deze mooie gebouwen achter ons. En op deze manier is ook de cirkel in de energietransitie stilaan rond. Want op dit gebouw, op dit park, het Torpark noemt men dat, is men van het zwarte goud nu naar het groene goud gegaan. Dus dat is symbolisch voor de energietransitie. Zo. Tot slot wil ik jullie bedanken voor deze rondleiding om mee te gaan op virtuele wijze. Maar in de toekomst moet je zeker ook eens fysiek langskomen. En dan zal je hopelijk geïnspireerd zijn om verder aan de slag te gaan met al die energietechnologie. Want dit is wel echt het moment om verder te gaan in die energietechnologie, in energiesystemen, in allerlei beroepen die daarmee te maken hebben. Het is nu dat we de omslag maken van die ouderwetse vervuilende energiesystemen naar de nieuwe duurzame energiesystemen. Daarvoor is onderzoek nodig, daarvoor hebben we bedrijven nodig die naar buiten brengen, die technologieën. En daarvoor hebben we ook heel veel mensen nodig die gaan gebruiken, installeren, ontwerpen en verder uitrollen in heel de wereld.
En hopelijk zijn jullie daar één van die mensen van. Oké, dank u wel.